Ik sta hier op het Van de Pekplein. En de laatste jaren heeft hier de homemade Van de Pekmarkt gestaan. Maar dit jaar gaan ze verhuizen naar het Mosplein. Dus laten we maar eens gaan kijken hoe dat is op die nieuwe locatie. Hallo allemaal, welkom heel erg hartelijk op de homemade markt. Dit jaar voor het eerst op het Mosveld. 3 jaar geleden begonnen op het Van de Pekplein. En we zijn heel erg blij dat we nu hier staan. Als een soort verlengstuk van de markt die hier al wekelijks, dagelijks bijna is. Ooit, 4 jaar geleden, zijn we hier de homemade markt begonnen. En dat is eigenlijk ontstaan. We hebben hier een klein huisje met broedstraten in de buurt. En we ontdekten dat er gewoon zoveel creativiteit verscholen zit achter die kleine huisjes. Dus toen dachten we, daar willen we iets mee. We willen dat een podium bieden, zodat het zichtbaar wordt. Dat mensen kunnen zien wat hier allemaal gebeurt. En dat eigenlijk ook een beetje werkt als een zwaankleef aan ding. Dat iedereen zich weer erbij kan voegen. En van iets heel kleins steeds iets groters kan worden. We merkten dat hier is toch een beetje verstopt. Het is een hele mooie plek. We gaan het wel heel erg missen hoor. Zo aan het water en het groen. Maar het is een beetje verstopt. En Mosveld, daar is natuurlijk al een markt. Er is al iets gaande. En we hebben de kerstmarkt daar gedaan. En het was ons toen zo goed bevallen. Ook om die samenwerking met de marktlui. Om dat dus te hebben. En, dus wij dachten van het nieuwe experiment om het daar te doen. Om dus echt een soort creatief verlengstuk te zijn van die markt. Dus dat je kijkt van wat gebeurt er nou als er ook een creatieve kleine markt daar komt te staan. Het is eigenlijk het mooiste elke keer de spontane dingen die je niet gepland hebt van tevoren. Ja. Dus dat inderdaad een man die automonteur is, die kwam op de markt met zijn zelfgemaakte fietsen. En dat dan een ontwerper weer hem heeft geholpen om die fietsen te pimpen. Ja. En dat soort dingen zijn eigenlijk echt het mooiste. Vogel heeft een atelier in Van de Pekstraat en werkt met onder andere met bloemen van de koude grond, wat er nu op dit moment bloeit. En vandaag boeketjes voor moeder. Je ziet een soort t-shirtstof is dat, zie je? Vaak hebben we een hele dikke haaknaald. Dit is dus hoedjes, tasjes. Dit is voor in het haar. Ja, het idee is dat we hier nu vandaag speeddaten met moeders. Mama Noord is een stichting in wording om het contact tussen moeders te faciliteren. En alle mama's met dit hartje op vandaag vinden het leuk om contact te maken met andere moeders. 1 keer per maand dan ontmoeten we moeders en ook vaders overigens in Café de Pont. En dan gaan de kinderen lekker spelen en de ouders worden langzaam wakker met een goede kop koffie. Nou, ik sta ook wel eens op de Sunday Market met mijn tenenleestent. De tenen lezen, je kunt je tenen laten lezen. Ja, ik vertel altijd eerst hoe het kan dat ik tenen kan lezen. Ja. Houdt verband met je energie. Je energie stroomt constant door je lichaam heen en wordt geleid langs meridianen en chakra's. Vandaag is eigenlijk gewoon alle kramen, kijk langs, ga langs, er zijn workshops. Er is live muziek door muzikanten uit De Tanker, dat zit ook in Noord. En verder van alles te doen, dus heel veel plezier. De homemade Van de Pekmarkt op het Mosveld is elke tweede zaterdag van de maand tot en met september.